Voorbeeld 12.9 gaat over curvilineaire beweging. De opgave luidt. Op elk moment in het figuur is de positie van de ballon bepaald door de formule A x is 8t meter met t in seconde en de formule i is x kwadraat gedeeld door 10. Bepaal de grootte en de richting van de snelheid en de versnelling op t is 2 seconden. Het moeilijke van deze opgave is dat we een functie naar rechts, de x-functie, en een functie naar boven hebben, de i-functie. De x is een functie van tijd en de i-functie is een functie van x. Maar gezien de x een functie is van tijd, kun je de i dus ook makkelijk uitdrukken in tijd. Om de totale snelheid te berekenen, moeten we beide snelheden bij de x en i uitrekenen en Pythagoras toepassen. De snelheid van x is makkelijk. Hierdoor, hiervoor kunnen we gewoon de functie van x differentiëren. V is immers dt/ds gedeeld door dt. dx/dt Dx dt is x dot is de afgeleide van 8t is 8. De snelheid van i is wat moeilijker. We willen deze differentiëren naar de tijd. Maar omdat die een functie is van een functie van tijd, moeten we de kettingregel toepassen. Normaal bij de kettingregel vervang je een bepaalde functie door iets wat makkelijker te differentiëren is. Als je de functie i is x plus 2x in het kwadraat hebt, vervang je de x plus 2x door bijvoorbeeld u. Om nu i naar x te differentiëren, differentiëer je de functie van u en doe je dat keer de afgeleide van u. Dit ook hier zo. De snelheid van i is de afgeleide van i naar t, oftewel i dot. We kunnen hier de x zien als de u uit het voorbeeld. We differentiëren dus eerst de functie naar x en doen dat keer de afgeleide van x. Dat invullen geeft 2x gedeeld door 10 keer x dot is gelijk aan 2 keer 16 gedeeld door 10 keer 8 is 25,6. De totale snelheid is de wortel van x kwadraat plus i kwadraat. Is wortel 8² 25, 6², is 8 kwadraat plus 25.6 kwadraat is 26,8 meter per seconde. De richting is deze hoek en die kun je uitrekenen met een tangens. De tangens van deze hoek is de overstaande gedeeld door de aanliggende. Theta is tangens min 1 vi vx. Is tangens min 1 25,6 gedeeld door 8 is 72,6 graden. Let op dat je rekenmachine op graden staat. De aanpak van de versnelling verschilt niet. De x-component is de afgeleide van de snelheid is de afgeleide van 8 is 0. In de y-richting moeten we dit keer de productregel gebruiken. Als y A keer b is, is de afgeleide van i de afgeleide van a keer b, plus a keer de afgeleide van b. De snelheid in de i-richting is 2x gedeeld door 10 keer x-dot. De afgeleide van 2x gedeeld door 10 is 2 gedeeld door 10 keer x-dot, en dat doen we weer keer deze x-dot. De afgeleide van x-dot is x-dubbel-dot, en dat doen we keer 2x gedeeld door 10. Dit invullen geeft 2 keer 8 kwadraat gedeeld door 10 plus 2 keer 16 keer 0 gedeeld door 10 is gelijk aan 12,8 meter per seconde kwadraat. Gezien de versnelling in x richting 0 is, is dit in totaal 12,8 meter per seconde kwadraat in de richting recht omhoog. Dus theta is 90 graden.